markt is een plek waar vragers en aanbieders van goederen en diensten elkaar ontmoeten. Vragers en aanbieders kunnen elkaar fysiek ontmoeten, maar ook virtueel. Een voorbeeld waar vragers en aanbieders elkaar fysiek ontmoeten is de markt zoals we die allemaal kennen. Maar ook een supermarkt, een autodealer of een winkel. Kortom, je komt elkaar echt tegen. De markt waar aanbieders elkaar fysiek ontmoeten noemen we een concrete markt. Er zijn ook markten waar aanbieders elkaar virtueel ontmoeten. Dit noemen we een abstracte markt. Denk hierbij eens aan de aandelenmarkt, die tegenwoordig heel veel computers loopt, maar ook bijvoorbeeld bol.com of Marktplaats. Markten zijn al zo oud als de weg naar Rome. When we lived in caves, there were no shopping malls, and people's manners were Neanderthal. No bodegas, no delis, no corner stores. Shopping trips turned into tugs of war. When not having wool got this man mangled, he thought he'd try an easier angle. I'll give you this for that, that for this. We'll make a trade called barter. I'll give you this for that, that for this. We'll have it made with barter. Er zijn verschillende soorten markten. Als eerste de markt voor goederen en diensten. Hierbij wordt de prijs door vraag en aanbod bepaald. Dan is er de arbeidsmarkt, waar vraag en aanbod van arbeid de prijs van arbeid bepaalt en de prijs van arbeid is het loon. Vervolgens hebben we de vermogensmarkt. Daar wordt geld aangeboden en er wordt geld gevraagd. De aanbieders op deze markt zijn bijvoorbeeld de banken. En de vraag zijn consumenten of bedrijven die geld willen lenen om een huis, een auto of machines te kopen. De prijs van geld lenen en uitlenen is de rente. En als laatste hebben we de valutemarkt, waar vragers en aanbieders van valuta, bijvoorbeeld dollars, yens of euro's, de prijs van een valuta bepalen. En de prijs van de valuta is de wisselkoers. We zullen ons hier beperken tot de markt van goederen en diensten. Op een markt worden goederen en diensten aangeboden. Er zijn duidelijke verschillen tussen goederen en diensten. Ten eerste, goederen zijn tastbaar. Goederen kun je aanraken. Maar diensten zijn ontastbaar, je kunt ze niet aanraken. Dan denk je, ja, maar de kapper dan? Maar de kapper is de dienstverlener. De dienstverlener kun je wel aanraken. Goederen kun je op voorraad hebben. Je kan ze in je winkel zetten, je kan ze in je magazijn zetten. Maar diensten kun je niet op voorraad hebben. Je kunt niet zeggen van, knip mij maar alvast, ik kom morgen wel om het te halen. Bij goederen zit er tijd tussen produceren en consumeren. Dat wil zeggen dat het op een ander tijdstip geproduceerd wordt dan dat het verkocht wordt. En bij diensten is productie en consumptie tegelijkertijd. Want je moet erbij zijn om een dienst verleend te krijgen. Goederen en diensten worden verkocht. Daar hoort natuurlijk een prijs bij. Maar hoe komen prijzen nou tot stand? Het is allemaal begonnen met één boodschap die ik deed. Laat ik eerst vertellen dat ik dikwijls appels eet. En die appels haal ik dan gewoonlijk bij de groenteman, waar ik altijd mooie verse appels vinden kan. Eén keer vond ik hem gesloten met één briefje op de deur. Wel, ik kan u zeggen, ik was erg uit mijn humeur. Maar ik was nu toch al buiten en ondanks een lichte kou ging ik naar de markt omdat ik appels hebben wou. Op de markt, ik hoorde dat, tenminste van de radio, was een ruime keuze en je kreeg het haast cadeau. Hier raakt Dr. Anders P. de essentie van de marktwerking. Er is een ruime keuze, dus je krijgt het haast cadeau. Hoe bepaal je eigenlijk hoeveel het waard is? Nou, dat doen we aan de hand van vraag en aanbod. Stel je voor dat je een hele mooie gouden kroon hebt waar er maar één van is op de hele wereld. Er is dus maar heel weinig aanbod. Maar omdat hij zo mooi is, is er wel veel vraag. Dan zal die kroon heel duur zijn. De prijs is dus hoog. Als blijkt dat er heel veel van die kronen zijn, is er ook een groot aanbod. Hierdoor is één zo'n kroon een stuk minder bijzonder geworden. En zullen mensen er dus minder voor willen betalen. De prijs daalt dus. Aan de andere kant kan de vraag natuurlijk ook veranderen. Neem bijvoorbeeld de bloemenwinkel. Op een normale dag zijn rode rozen niet zo bijzonder en zal er dus niet enorm veel vraag zijn. De prijs zal dan dus laag liggen. Als op Valentijnsdag iedereen weer verliefd op elkaar wordt en de jongens de meisjes proberen te versieren, zullen zij veel rode rozen nodig hebben. De vraag naar rode rozen zal dan dus hoger zijn dan op andere dagen, met als gevolg dat de prijs van rozen zal stijgen. Dus als er veel aanbod is, gaat de prijs omlaag. En als de prijs omlaag gaat, willen meer mensen dat kopen.
Maar voor aanbieders geldt natuurlijk ook dat ze meer willen aanbieden als de prijs omhoog gaat. Als je het aantal producten dat een aanbieder wil aanbieden afzet tegen de prijs, kun je dat weergeven in lineaire vergelijking. Namelijk QA is AP min B, waarbij QA het aanbod is en P de prijs. Dit noemen we de aanbodvergelijking. Als je het aantal producten, dat noemen we Q in de economie, op de X-as zet en de prijs op de Y-as, zul je een stijgende lijn krijgen. De A en B zijn hier willekeurig getallen. En je kent uit wiskunde al de vergelijking I is AX plus B, waar de A en de B ook willekeurig getallen zijn. Een voorbeeld van een aanbodvergelijking is QA is 7P min 70. De grafiek ziet er dan als volgt uit. We kunnen ook de minimale prijs bepalen die een aanbieder wil hebben. Die prijs vind je op het snijpunt met de Y-as. Als we dat invullen in de vergelijking krijgen we 7P min 70 is 0, oftewel 7P is 70 en dat betekent dat P 10 is. Voor de vragers geldt juist dat ze meer willen hebben naarmate de prijs daalt. En als je het aantal producten dat de vrager wil hebben afzet tegen de prijs, kun je dat ook weer weergeven in een lineaire vergelijking. Namelijk QV is min AP plus B, waarbij QV de vraag is en P de prijs. Dit noemen we de vraagvergelijking. Als je het aantal producten, dat noemen we Q in de economie, op de X-as zet en de prijs op de Y-as, zul je een dalende lijn krijgen. De A en de B zijn hier willekeurige getallen en natuurlijk andere getallen dan bij de aanbodvergelijking. En je kent uit de wiskunde al de vergelijking I is AX plus B, waarbij de A en B ook willekeurige getallen zijn. Een voorbeeld van een vraagvergelijking is QV is min 5P plus 140. De grafiek ziet er dan als volgt uit. We kunnen ook bepalen wat de maximale prijs is die de vragers willen bepalen. Die prijs vind je op het snijpunt met de Y-as, dus bij QV is 0. Als we dat invullen in de vergelijking, krijgen we min 5P plus 140 is 0. Oftewel 140 is 5P en dat betekent dat P 28 is. Wat we nu weten in ieder geval is dat een aanbodvergelijking altijd een stijgende lijn is en dat een vraagvergelijking altijd een dalende lijn is. Aanbieders willen natuurlijk weten tegen welke prijs zij al hun producten kwijt kunnen zonder met een overschot te blijven zitten en zonder tekort te komen. Daarvoor gaan de aanbieders op zoek naar de prijs waarbij vraag en aanbod gelijk is. En dit is de evenwichtsprijs. Dat betekent dat QA en QV gelijk zijn. En als je, zoals je weet uit de wiskunde, is dat het snijpunt van de lijnen. Dit snijpunt kun je ook berekenen. Als QA QV is, dan is 7P min 70 gelijk aan min 5P plus 140. Dat betekent dat 12P min 70 gelijk is aan 140, want we hebben aan beide kanten 5P eraf getrokken. Als we dan aan beide kanten 70 erbij optellen, komen we op 12P is 210 en dat betekent dat P gelijk is aan 17,50 euro. Als je het aantal wilt berekenen dat wordt gevraagd en aangeboden, dan vul je gewoon bij de prijs in bij QA of bij QV. Je krijgt dan bijvoorbeeld QV is 5 maal 17,50 plus 140 is 52,50. Zuurkool uit de Savoy, bloemen zo fris en zo mooi. Hyacinthe anemonen, orchideeën duizend schone. Kiwis, mango's, aubergines, ouderwetse naaimachines. Op de markt kunnen zich een aantal zaken voordoen, zoals de vragers van een product, bijvoorbeeld brood, zullen niet veel minder van dat product gaan kopen als de prijs omhoog gaat. In dat geval wordt de vraaglijn een steilere lijn. En natuurlijk is het al een dalende lijn. De negatieve richtingscoëfficiënt wordt dan groter. Bijvoorbeeld QV is min 2P plus 40. Als de vragers van een product, bijvoorbeeld een telefoon, heel veel meer van dat product gaan kopen als de prijs lager wordt, dan gaat de vraaglijn afvlakken. Nog steeds een dalende lijn natuurlijk. De negatieve richtingscoëfficiënt wordt dan kleiner. Bijvoorbeeld QV is min 10P plus 140. Er kunnen minder vragers op de markt komen. Bijvoorbeeld omdat een jurkje uit de mode is. Bij dezelfde prijs wordt dan minder gevraagd. De vraaglijn verschuift dan naar beneden of naar links. De vraaglijn kan er dan zo uit gaan zien. QV is min 5P plus 70.
Op de veiling worden bijvoorbeeld bloemen aangeboden voordat de prijs bekend is. Het aanbod is dus niet afhankelijk van de prijs. In dat geval heb je een rechte, stijgende lijn. Bijvoorbeeld QV is 70. De aanbieders van een product, bijvoorbeeld de telefoon, kunnen veel meer van de product gaan verkopen als de prijs omlaag gaat. In dat geval wordt de aanbodlijn een vlakkere lijn en natuurlijk een stijgende lijn. De positieve richtingscoëfficiënt wordt dan groter. Bijvoorbeeld QV is 14p min 70. En het kan zijn dat er meer aanbieders op de markt komen. Het aanbod wordt dan groter bij dezelfde prijs. De aanbodlijn verschuift dan naar rechts. Bijvoorbeeld QV is 7p min 30. En zo zien we dat door vraag en aanbod een prijs tot stand komt. En dat principe noemen we marktwerking. Dit is het met marktwerking. Je moet het gewoon op plekken stoppen waar het zijn werk kan doen. Waar keuze is en concurrentie. Bijvoorbeeld het Nederlandse spoorwegnet. Nee, ja, je kan het proberen. Hebben we ook gedaan met de Vira. Was wel interessant, hè? We hadden met belastinggeld zo'n betonnen bak door Nederland gelegd. En op een gegeven moment werd dan duidelijk, ja, er moest een trein in gaan rijden, vrij hard. En toen hadden ze kunnen zeggen, nou, dan laten we de NS doen. Maar toen zei iemand op het ministerie, die zei, laten we het doen met marktwerking. Hadden ze van gehoord. Nou. En toen hebben ze het aanbesteed en mocht iedereen bieden om in die bak te gaan rijden. NS in paniek, want die dacht, nee, wij willen in die bak, weet je. Dus die hebben veel te veel geld betaald en toen hadden ze nog geen trein.